Het voertuig heeft een automatisch noodremsysteem. Dit bestaat uit een radar die is geïnstalleerd in de voorbumper die de afstand berekent tussen jouw voertuig en het voertuig voor u op dezelfde rijstrook. Deze radar, die zich onder de kentekenplaat bevindt, moet voor een goede werking regelmatig worden gereinigd. Als de bestuurder zijn concentratie verliest, dan activeert dit systeem maximaal remmen totdat het voertuig volledig tot stilstand komt. Let erop dat dit een rijhulpmiddel is en dat het op geen enkele manier de alertheid van de bestuurder mag vervangen. Let ook op dat het systeem mogelijk minder effectief is bij kleine voertuigen, zoals motorfietsen, scooters en fietsen bijvoorbeeld. De actieve noodrem werkt bij een snelheidsbereik tussen 7 km per uur en 125 km per uur. Als de radar een risico op een aanrijding detecteert met het voertuig voor jouw auto, dan waarschuwt het systeem je met een geluidssignaal en dit rode waarschuwingslampje op bestuurdersscherm. Als de bestuurder niet reageert op deze visuele en akoestische waarschuwing, activeert het systeem de noodstop. De bestuurder moet dan het rempedaal ingedrukt houden. Als de bestuurder echter reageert door het rempedaal, het gaspedaal of het stuurwiel te gebruiken om het obstakel te ontwijken, dan stelt het systeem de interventie uit of annuleert deze. Bij stilstaande voertuigen is het automatische noodremsysteem alleen actief bij snelheden van 7 km per uur tot 80 km per uur. Boven deze snelheid is deze inactief. Als de radar voor wordt geblokkeerd door externe voorwerpen zoals modder, dode bladeren, sneeuw, is of overmatige condensatie, dan verschijnt er een visuele waarschuwing die oranje oplicht op het bestuurdersscherm, om aan te geven dat deze moet reinigen. Als de storingswaarschuwing aanhoudt of als het oranje storingslogo wordt vergezeld door het controlelampje van de verstelbare moersleutel, neem dan contact op met een dealer van het merk om het systeem te laten controleren.